Hallo allemaal, we zijn hier bij Paprika Kwekerij De Driehoek in Hoek van Holland. Dat is de paprika kwekerij van Kevin en Tom Kleiweg. Hier wordt op bijna 7,5 hectare het nieuwe rode paprika ras van Rijkswaan Heden geteeld voor het eerste jaar. De zaaidatum was 16 oktober en de plantdatum was 3 en 4 december. Kom, we gaan in de kast kijken. Nou, er staan hier 2,3 planten per vierkante meter met 3 stengels per plant. Er is gestart met de eerste zetting op het vijfde oksel. Dus de eerste 4 oksels zijn leeggemaakt. Ja, en die zetting is eigenlijk bereikt met vrij hoge etmaaltemperaturen. Dus het is niet met hele diepe voornachten gestuurd. Overdag mocht de temperatuur best lekker oplopen. En een minimale etmaaltemperatuur rond de eerste zetting waren zo'n beetje 19 en een beetje graden. Boven de eerste zetting is één vrucht weggehaald. En daarboven, naar het tweede zetsel toe, mocht de plant het verder zelf uitzoeken. Nou, richting het tweede zetsel is vervolgens wel iets meer met een diepere voornacht gestuurd. Dat was een voornacht van 17 met lichtverhoging. Overdag werd er dan wel flink temperatuur gemaakt, waardoor uiteindelijk ook de etmalen richting het tweede zetsel ook gewoon hoog uitgekomen zijn. Die voornacht werd eigenlijk ingesteld om op de donkere dagen toch de bloemen wat sterker te houden. Uiteindelijk is er van het eerste zetsel één groene vrucht per plant geoogst. Dit was om de plant op dat moment ook een beetje te helpen. En de rode vruchten van het eerste zetsel en ook van het tweede zetsel zijn allebei rond 190 gram geëindigd. Het tweede zetsel hing ongeveer 3 tot 4 vruchten per tak. Ja, en we denken ook dat de hoge plantbelasting tezamen met het toch wel forse tempo ervoor heeft gezorgd dat het vruchtgewicht niet veel hoger dan 190 gram uiteindelijk is uitgekomen. Nou, wat zien we nu? Er is qua productie inmiddels ruim 5 kilo per vierkante meter geoogst. Van echt een super goede vruchtkwaliteit. De plant bovenin is schraal, het blad is klein, maar hij blijft wel steeds zijn lengtegroei maken. Ja, en daarmee zien we toch dat er steeds meer een goede balans in het gewas komt. De plantbelasting op dit moment is rond de 43 stuks per vierkante meter. Op dit moment worden er etmaaltemperaturen van rond de 23 graden gedraaid. Waarbij er dan een piek is op de middag van ongeveer 28 graden. En er wordt de voornacht aangehouden van 17 graden plus lichtverhoging. En die lichtverhoging van 2 graden komt er eigenlijk al vrij snel bij een hoeveelheid van 1000 joules. Overdag wordt er niet geschermd tegen de zon. Met als reden om het gewas wat harder te maken en het te trainen voor de zomer. De strategie is om de plantbelasting niet te hoog op te laten lopen, met name door snelheid te houden. Anderzijds wil je door die snelheid ook weer niet te generatief worden. Dus bijvoorbeeld aan het einde van de middag komt er wel een buisje in, maar dat buisje is niet te hoog, zodat het gewas niet te veel gepusht wordt. Nou, dit was de eerste update vanuit een hedenteelt van dit jaar. In de loop van het jaar gaan we nog vaker op de hoogte houden van de ontwikkelingen van ons nieuwe rode ras Heden.